Deze nieuwsuitzending die gaat over de persconferentie van gisteren, 28 augustus 2020. En die persconferentie die wordt gehouden door Mark Rutte en hij wordt ondervraagd door journalisten over de affaire van de bruiloft. Van Grapperhaus. En Grapperhaus, dat is dus er zo'n eentje die dan heel erg vindt dat we allemaal aan het doodgaan zijn. En dat er veel geld op tafel moet komen om die arme bejaarden te redden. En de kleine baby's niet te vergeten. Die man, die, die grappenhuis, die heeft een huwelijk. Die heeft een vrouw getrouwd. En daar zijn opnames van gemaakt. Foto's en films. En daarin kan je zien dat die bruiloftsgasten. dat die zich niet houden. aan de anderhalve meter. En op dezelfde dag of de dag daarvoor. Is er een kinderfeest? Nou, we weten allemaal dat kinderen geen last hebben van corona. Hi. Maar dat kinderfeest is binnengevallen door 16 man politie en 8 uh, politiehonden. Best een schande. Wat mij erg meeviel was de kwaliteit. Van de vragen die de journalisten aan Mark Rutte stelden. en bleven stilstaan, die journalisten. bij het feit dat. op de ene dag. overtreden mensen de regels. en dan worden ze binnengevallen door 16 man politie. en er volgt een boete natuurlijk. En op de andere dag houdt een minister zich niet samen met zijn gasten aan die anderhalve meter regel. En dan gebeurt er niks. Het feest wordt niet binnengevallen door de politie. En er wordt meneer Gapperhaus geen boete opgelegd. En Mark Rutte vindt dat in het geval van Grapperhaus... een boete ook nooit terecht had kunnen zijn. Want men had van tevoren heel goed nagedacht over protocol... en we doen dit en we doen dat... en dat was echt, nou, beter kan bijna niet. En in die schier... Perfecte organisatie van het huwelijk van meneer Grapperhuis. is er op een moment. iets niet goed gegaan. En het siert de minister dat hij spijt betuigt. En ook Mark Rutte. betuigt. betuigt, betuigt spijt. Maar geen boete. Ik, vond, ik was aangenaam verrast door het feit dat die journalisten rustig bleven en bij het punt blijven. Want waarom een kinderfeestje binnenvallen met 16 man politie? En het huwelijk van uh, meneer Grapperhaus? Dat was een ongeluk, ja. En dan zegt Mark Rutte ook nog: ja, ab, uh, nee, die Ferdinand. Het <laughs> is ab Oosterhuis. Of Oosterhuis. Het is Ferdinand Grapperhuis. En dan heeft die meneer die heeft een bedrag overgemaakt aan het Rode Kruis. En dat is dan ook goed. Het zijn toch rare tijden waarin we leven. Wat is er nou eigenlijk erg? Sorry dat ik eigenlijk zei. Mijn vraag is: wat is erg aan deze situatie? In nieuwsuitzending: ik dacht uit mijn hoofd 732. Daarin sta ik even stil bij de sterftecijfers van het CBS door het CBS gerapporteerde sterftecijfers, waaruit blijkt dat er, ja, na de aantallen gesproken, dat je duidelijk kan zien dat die maatregelen een aantal mensen het leven heeft gekost. Ga daar maar aan staan. En meer niet. En Wim Kruidertuin, die zei tegen mij van ja, het coronavirus, ontken je dan dat het coronavirus bestaat? Nee, natuurlijk niet. Ik heb wel mijn twijfels of wij wel weten wat virussen zijn. Dat is mijn twijfel. Punt 1, virussen zijn zo ongelooflijk klein dat je ze niet kan zien met een microscoop. Die virussen die zijn zo klein dat je geen filter kan maken dat ze tegenhaalt. En wat zijn virussen dan? Want virussen dat zijn geen bacteriën. Dat zijn geen zelfstandige eenheden. Waar komen ze dan vandaan? Parasitair DNA, zo wordt het genoemd. Maar dan wordt het weer RNA. En is het nou DNA of is het de RNA? En zo'n PCR-test, de polymerase-chain-ketting-reactie. Op zijn Nederlands dus PKR, Polymerase Kettingreactie. Dus dan doen ze een wattenstaafje in je neus. Daar halen ze een slijmmeuk uit. En daar gaan ze hele bijzondere dingen mee doen. En dan heb je 0 of 1. En iedereen zegt die er wat van weet van zo'n PCR-test. Well, ja, zo'n PCR-test, dat kan je doen. En dat geeft een indicatie. In die zin, als de PCR-test negatief oplevert, dan is er wat anders aan de hand. En als een PCR-test positief uh, uitslag, en een positieve uitslag geeft. Ja, dan moet je verder gaan zoeken. En je weet nog helemaal niks. Toch erg. En dat mensen ook niet snappen dat als iemand met een diploma zegt dat iets zo is, dat, dat er is geen enkele reden om iemand vanwege het feit dat hij een diploma heeft, dat hij wel gelijk zal hebben. Vandaag was mijn dochter bij mij. En ik had het even over het begrip antibiotica. Dat spulletje wat iedereen de hemel in prijst. En gelukkig verliep het dus goed. En uh, mijn dochter is wel heel erg van, ja, het patriarchaat moet weg. En we moeten wat gaan doen aan de koolstofdioxide. En we moeten. Ja, ja, rekening houden met uh, de seksuele gevoelens uh, die afwijkend kunnen zijn. En dat hoort er een keer bij, dus diversiteit. En, en zo... Ja, ik hou ontzettend veel van mijn dochter, natuurlijk. En ze heeft het helemaal bij het foute eind. En ga dat meisje maar eens uitleggen dat ze geboren is in Auschwitz. Er is een mooie opname van een mededeling van de Amerikaanse overheid. En er ging er een joker achter een kansel staan. En die hield een van de COVID-19 alarmmaatregelen verhaal. En die begon zijn ding met te zeggen: This is a life exercise. En an een exercise, dat is een an oefening. En Donald Trump, die stond met een aantal collega's achter die persoon die voor de kansel stond. En Donald Trump zegt, verstaanbaar, de volgende zin. You should have told us. Donald Trump was tot op dat moment van mening dat er daadwerkelijk wat aan de hand was met een of ander virus. En nu krijgt hij te horen dat het gaat om een oefening. En waar gaat de oefening over? Die gaat over blindeling, blinde gehoorzaamheid, zo we dat. Blindelings gehoorzamen. Gehoorzaamd. Het gepeupel. Blindelings. Nou, dat wist Trump ook niet. Dat was een verrassing voor hem. Dat had ik eerder willen weten. En dat kan ik me goed voorstellen. En ik heb geen vuur. Even kijken of deze nog doet. Desnoods dan, uh, ik ga niet knippen of zo hoor. Is het echt niet weer het? Oh, jee. Maar volgens mij heb ik lucifers. Gewoon blijven hangen, niks aan de hand. Ik kijk in mijn wel aan. Ook daar nog een aansteker ligt. Ja, dan ga ik nu heel even naar de keuken lopen. Ga even thee zetten of zo. Ja, de bied bieder is niet zo. Kijk, het hele punt is dat ieder mens zou op een dag de wil moeten voelen om te weten wie die is. Dus dat jij op een dag ook denkt: wie ben ik eigenlijk? Wat ben ik nou? Ben ik een zak moleculen? Of wat? En er zit ook iedereen te brullen nou, dat we niet kunnen overleven als we ons niet injecteren met gepatenteerd materiaal. Waarvan we niet mogen weten wat het is, want het is gepatenteerd. Net als met Coca-Cola. Iedereen drinkt Coca-Cola. Als je dat echt van de Coca-Cola doet, he? dat is niet die namaakdingen van Albert de Gein, Maar dat je de echte Coca-Cola, ja, dat vind ik toch lekkerder. Ja, niemand mag weten wat het recept is. Nee, dan gaat iedereen dat namaken. Dat is met die vaccins precies zo. Ik weet nog dat ze voor de drugsverslaafden in de steden, dat ze daar posten hadden. En dan konden die drugsverslaafde mensen, die konden hun pillen of hun rotzooi of wat ze daar gekocht hadden, dan konden ze even laten testen. Om te kijken of het, ja, uh, yeah. is het wel heroïne? Dat heeft, zeggen ze, dat heeft uh, slachtoffers gescheld. En geeft die drugsverslaafde mensen ook een gevoel van veiligheid. Huh? Want je koopt het maar ergens, zo'n grammetje, of per hoeveel gaat al, ergens in een steegje van de halve maan. En dat je dan kan controleren, kan laten controleren door een beëdigde instantie of het wel heroïne is, of cocaïne. of... We hebben er meer. MDMA. Ja, dat zouden ze ook moeten doen met die vaccinaties. Ja, als je dan te horen krijgt dat jij ingespoten moet gaan worden... dat je zegt het best. En dan mag ik dan een monster? Dat laat ik even testen. Voordat ik het in mijn lichaam laat spuiten. Nee. Hey, in de grond... Ben jij het die verantwoordelijk is voor jouw lichaam? Het lichaam wordt in de Bijbel genoemd de tempel van God. God manifesteert zich in zijn tempels. En die tempels, dat zijn wij. En wij moeten zuinig zijn op onze tempel, die niet van ons is, maar die is van God. Dat is ook nog een keer zo. Dus jij als mens, je bent geen eigenaar. Jij bewoont. Jij bent daar. Jij bent verantwoordelijk voor je lichaam. Maar niet de eigenaar. De eigenaar is de Heere, Heere. Dat is ook de eigenaar van je ziel, by the way. Dus er is helemaal niks van jou. Alles is eigendom van God. Dan kan je zeggen, ja maar Piri... dit hele geloofsgedoe, daar krijg je alleen maar gezeik van... want dat had je in Noord-Ierland ook. En met die, uh, die, die Isis is allemaal uh, Allahu Akbar. Kon er komt alleen maar gedonder van. Het punt is dat de werkelijkheid die wij zien... De objectieve werkelijkheid, dat wat we allemaal kunnen zien. De objectieve werkelijkheid kan niet verklaard worden vanuit de objectieve werkelijkheid. En dan kan je enorm gelopen piepen van, ja, maar Piri, wat zeg je nou? Dit is, dit, dit is er is dus iets buiten de objectieve werkelijkheid. En dan, dan begin je dus weer over dat... Dit is Immanuel Kant... Als 1781. Iedereen zegt maar dat hij woke is. Oh, ik ben heel erg wakker. Ik uh, ben er helemaal bij, man. Ik ben echt bij de tijd. Nee, je bent helemaal niet bij de tijd. Je hebt Immanuel Kant nooit begrepen. Er moet een tijd komen dat mensen mas gaan zeggen. Maar ja, de Bijbel kan een gek boek zijn. Maar logisch gesproken klopt het. Dat dat eerlijk verteld wordt aan de kinderen. De, dat ding wat buiten de objectieve werkelijkheid staat, dat woord, dat heet in de Bijbel Halloween. Of de naam, of uh, degene die zegt dat hij is wie hij is. De mooie, uh, wij. Hier gebruiken wij in het Nederlands het woord Jehovah. Maar dan mag je, dat, dat is geen Hebreeuws. Dat mag je niet zo uitspreken. Dus, dus jod, he, vaf. Als ik met mijn Hebreeuws, ik doe het een tijdje niet meer, maar dat was het er ongeveer. Er dus, zijn drie letters, dacht ik. En die spreek je niet als dusdanig uit. Dus, je zegt niet Jehovah. Je zegt de naam. Of iets. Wat daarop lijkt. Het meest moderne woord voor dat wat de objectieve werkelijkheid veroorzaakt, dat komt uit de 19e eeuw. Dat is geïntroduceerd door Arthur Schopenhauer en dat luidt de wil. Dus waarom ben jij hier? Dat is niet omdat je ouders seks hebben gehad. Nee. Er is iets en dat wilde dat jij er zou komen. En daarvoor moest eerst, eh, moesten eerst je ouders er komen. Dus die wil heeft jouw ouders gemaakt. En doordat die wil jouw ouders heeft gemaakt, toen wilde die wil dat jouw ouders seks zouden hebben, en toen gebeurde er wat de wil wilde, namelijk dat jij geboren werd. En dat kan je leuk vinden of niet? Maar ga niet lopen klagen tegen Ab Grapperhaus, Ferdinand Grapperhaus. Ga klagen tegen God. Maar hij is toch de oorzaak. Ja, maar Piri, hoe moet je nou praten met God? Tegen wie moet je dat dan doen? Hoe doe je dat dan? Moet je naar de kerk of zo? Nou, ik dacht dat dat niet nodig was. En misschien is het wel zo dat de meeste mensen die. die nou, nee, de meeste misschien is het wel zo dat voor alle mensen is. Dat ze eerst door een drama heen moeten. En dan is het voorbij. Het met hun eigen drama. Dus dat ze door het drama van hun leven. Door het inzicht komen. Dat zij zelf. Dus jij ook. En ik ook. Wij zijn gewild. Door de universele wil. De wil waarvan er maar eentje is. Namelijk de wil. En geloof me dat de, het niet gaat om het aantal seconden dat jij levend doorbrengt. Het gaat om de kwaliteit van elke seconde. De moeder van mijn kind heeft ons tweede kind laten vermoorden. En wie hoor je daarover? Nee, we moeten het hebben over die coronadoden. Hier in Nederland worden per jaar 30.000 mensen vermoord in de buik van hun moeder. 30.000? Die maatregelen hebben een sterftegolf veroorzaakt van 10.000. Maar dat is maar een derde. Van wat wij dagelijks lopen wegsnijden. Allemaal mensen waarvan wij denken: ja, die kennen beter niet leven. Oh, dit is maar goed dat we er op tijd bij zijn, hè. net als met kanker. Hè? Je moet er zo vroeg mogelijk bij zijn. Nou, hoppakee, dat mensen. Dat mag niet leven, die leven. Want euh, dan gaan we terug naar normaal en nee, dat kan niet hoor. Euh, oh, weg, weg, weg met die nieuwe mensen. 30.000 per jaar. Ja, dat is de helft van de bevolking van het centrum van Arnhem. Met geitenkamp erbij en uh, een stukje van de laar. Hoppakee. 30.000. En dat vinden wij helemaal niet erg. Nou, kijk, het is wel zo weer dat die vrouwen. die hebben ook seksuele neigingen. En je moet het wel een beetje. ja, een beetje. De, ja, als je het gaat onderdrukken. Nou, als je seksuele gevoelens gaat onderdrukken. Nou, dan nou, moet je dus wel wat aan doen, ja. En dat is dus uh, condooms. anticonceptiemiddelen. en abortus. Oh, ze krijgen veel te veel mensen, man. Belachelijk hoe we denken. De Friedrich Nietzsche, dat is de opvolger van Arthur Schopenhauer, die sprak over de wil tot macht. Gelijk Christus, dat zei hij. Het Koninkrijk Gods is komende. Met een grote kracht. Zoiets zei Christus. De wil is alleen een wil als die tot macht komt. En Nietzsche stelde in zijn tijd vast dat God dood was. En we zeggen heel veel mensen: ja, precies. Nietzsche die dacht: nou, de God dat is helemaal niks. Nee, God was wel wat. Hij was namelijk dood. En Nietzsche zei: door dat fenomeen krijg je een staatsvorm die heel onderdrukkend wordt. Die staat die gaat alles overnemen. Dat moet ook wel. Want als God dood is. Wat leeft er dan nog? Ja, nou, de staat natuurlijk. Met grappenhuis. En Die houdt wel een huwelijk. En met foto's en een leuk filmpje. En hij maakt er duizend euro over aan het Rode Kruis. Duizend euro van. Onze belastingcenten. En dat gaat dan leven. Ik vind het niet goed om op te roepen tot geweld en dat wil ik ook helemaal niet. Ik, 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 ik ga stotteren. Hoe kom je hieruit zonder geweld? Ja, ja. Ik geef het voor jou om nu even over na te denken. Mijn advies is... pleeg geen geweld. En of we dit gaan overleven, dat doet er niet toe. Het gaat over de waarde van elke seconde. Het mag duidelijk zijn dat onze goddeloze maatschappij, die heeft heel verbazingwekkend een goddeloze overheid gekregen. En nu zitten we opgeschreven met goddeloze woordvoerders, zoals Makratten, die gewoon liegt. Well, ja, het was, uh, kijk, dat kinderfeestje, de, dat, was, uh, ja, dat was burgerinitiatief en uh, ja, dat, dat kon echt niet. Maar dat huwelijk van Grappenhaus. Dat was nauwkeurig voorbereid, er waren plannen opgesteld, handhavingsmaatregelen en in dat hele grote kader van ontzettend goede wetenschappelijk onderbouwde uh, gedachten en voornemens en toen is er wat fout gegaan. Ja, daar doen we niet moeilijk over. Nee, die, die mensen daar in, uh, wat was het, Leiderdorp? Of uh, Oost-Westinga. gaan. in de feestje. Kijk, daar sturen we 16 mannen op af en acht politiehonden. Het is het noodzakelijke gevolg van een samenleving van mensen die denken dat ze uitsluitend bestaan uit toevallig samengekomen hoeveelheden van moleculen. Oh, dat zei je, uh, Garlse Darwin. Ja, en zo ga je dus. En je mag niet liegen. Mark Rutte zit te liegen. Dat heet liegen wat hij doet. Oh, en, er wordt aan hem een goede vraag gesteld, en dan begint hij over wat anders. Dat is liegen. Je bent de hele. wat wordt even een heel raar voorbeeld, hè? Maar je, je bent de hele dag naar Amsterdam geweest. En dan vraagt je vrouw aan jou. Ben jij naar de, de wallen geweest? Heb jij betaald? Net als die andere politicus? Die Rob Oudkerk? Ben jij naar de prostituees geweest? Dan vraagt je vrouw, En jij zegt, nou, ik was in Amsterdam. Dit is het dat Museumplein, hè? Dit is wel goed onderhanden genomen, hoor. Vroeger was het, vond ik het, Nou, maar nu is het Museumplein, in Amsterdam. Dus wel goed, hoor. En en de Febo, hè, die snackbar, daar zitten nou Turken. Dat is liegen. Ja, als mij, ik ben een dag in Amsterdam geweest. en dat was ik ook tijdens mijn huwelijk. en dan zou mijn vrouw dan uh, aan mij vragen: Ben je naar de prostituees geweest? Dan heb ik een vraag. Namelijk, waarom vraag je dat? Ruik ik gek naar vreemde parfum? Wat is er mis? Hoe kom je erbij? En als ik wel naar de prostituees was geweest... en ik had inderdaad dat, dat, dat zo'n vrouw die ruikt dat... Hé, het is parfum of zo, hè? Als dat echt zo was en ik ben bij de prostituees geweest... op de, de, de Driebollengracht? Ja, dan ga ik natuurlijk wel kletsen over wat anders... Wij moeten leren om niet te liegen, zelf ook niet. Want niet doen, dan spreekt de waarheid. En dan gaan we allemaal de waarheid spreken. En dan vallen al die leugenaars, zoals Mark Rutte, die vallen buiten boord. En in de Bijbel staat de belofte van de Here, Here, die zegt: nou, al die, die minkukkels. Laat die maar aan mij over. Je kan zeggen als je Mark Rutte één of meerdere haren gaat krenken. Dan toon je daarmee te weinig vertrouwen in de wil. Dat Mark Rutten een eikel is en liegt. Oké, okay. dat staat vast. En dat geeft ons geen recht. Want wij vallen niet onder Nederlands recht. Wij vallen niet onder kanoniek katholiek recht. Wij vallen onder de tien geboden van Mozes. En wat daarna komt met Christus, daar vallen wij onder. Dat is onze wet. Je snapt het er wel, er is maar één God en geen twee. Ga niet bidden, aan knielen voor fantasieën waar de objectieve werkelijkheid in elkaar zit. Dus dan maak je een beeld. Dus het is allemaal eigenlijk kwantummechanica en daar geloof ik in. Dan kniel je voor dat, dan ben je stom en je haalt je de jaloezie van God op je nek. Dat is wel mooi hè, jaloezie. Ik heb het over corona en Mark Rutte en die graperaars hè. En ik zeg je, dat zijn een stelletje minkeugels. Er zijn leugenaars en daarmee kun je opbouwen. Als iemand liegt, stop er maar mee. Gelijk kappen. Niet meer mee praten. En dat moeten wij ook niet meer doen met Mark Rutte. En dat moeten wij ook niet meer doen met mensen die op Mark Rutte stemmen. Nee, ja, laat die maar gaan. Die krijgen een probleem met de heren heren. Want de heren heren houdt niet van liegen. Daar heeft Mozes nog even fijntjes bij stilgestaan. Geen valse getuigenis naar uw naaste. Ja, maar Piggy, dan mag je wel liggen, liggen tegen mensen die niet je naaste zijn. Ja, ga daar maar over nadenken. Wijsnaars. Ja, als jij toch alles weet. En zo is het toch? Dat denken wij momenteel, dat wij alles weten. Het is allemaal kloppend. Je hebt een democratisch systeem. En dan stem je Mark Rutte naar boven en die gaat vertellen... Ja, kijk, Grapperhaus, dat was heel goed voorbereid. En die burgers, die hadden het helemaal niet goed voorbereid. Tenminste, daar is mij niks van bekend. Dus daar hebben we dan 16 man politie op afgestuurd met acht honden. Want het ging om een kinderfeestje, snap je. En Grapperhaus, dat was een huwelijk met volwassen mensen... die in principe bevattelijk zijn voor covid. Maar dat is dan wel heel anders. Ja, ja. Ik zag ook vandaag uh, die schwap. Als ik, als ik naar die schwap kijk van het World Economic Forum... ik zou niet weten waar je dat hele begrip van nodig hebt. En hij dus, uh, die doet er leuke dingen mee... Dat World Economic Forum heeft ook die, uh, die vergadering georganiseerd in 2019. Uh, waarbij de doel was, het doel was om nu al vast te gaan stellen. wat we zouden gaan doen als er een pandemie kwam. met bijvoorbeeld de naam corona. En dat het ging om geld: zoveel mogelijk poen. En laat ik jou er even aan herinneren dat ze op de konto van de Nederlandse burger... Ja, 100 miljard, hè? Hebben ze al gepakt. Ja, maar Pirry, dat is niet direct. Dat staat alleen maar op de lat. Dat kunnen we altijd later gaan betalen, ook na onze dood, door onze kleinkinderen en onze kleinkleinkinderen. Dus wat je over! Snap je, er is een nummer in B-mineur van de Temptations... En dat heet: uh, Daddy was a rolling stone. Daddy was a rolling stone. My son, all he ever left was alone. Op zijn Nederlands: papa was een zwerver. En het enige dat hij nagele nagelaten heeft toen hij dood was. Dat was een lening. En zo gaan wij met onze kinderen om. Snap je? Want die 100 miljard, die ga ik niet ophoesten. Dat is 5000 euro van mij. Ik zou niet weten waar ik 5000 euro vandaan moet halen. Roemeense bedelaars beroven. Of Bulgaarse bedelaars. Kijken wat erin zit. Ik ga het niet op kunnen hoesten. En mijn dochter ook niet. Maar wie dan wel? En wij worden gigantisch te gazen genomen. En het is onze eigen schuld. Er is die auteur, ik vind zijn Engelsen dat eigenlijk niet te doen, maar uh, Frederik Tupper Sossi. Die heeft het boek geschreven Heersers van het Kwade. En nou, omdat het Engels van hem dat is bijna niet te harden, Maar dat, dat boek wordt ook besproken. Jurk Gliesman heeft daar veel tijd in gestopt. Dus als je naar Jurk luistert. En ik ook op samen met Jurk heb ik dat boek ook opgepakt. En ik heb uiteindelijk tegen Jurk gezegd van Jurk, ik word hier helemaal deprie van. Dat was niet alleen van het feit dat die man zo pompeus schrijft. Dat is mijn oordeel. Daar mag jij anders over nadenken. Maar ik vind het pompeus. Nou, het... ja, ja, dat, dat is van mijn mening. Ik vind dat je je moet houden bij de feiten. En niet zo dramatisch, emotioneel. En, en oh, wat ken je een mooie Engelse woorden zeg. Het gaat om de boodschap. Hij hey, Frederik Teppersorsi zegt keihard. En hij heeft gelijk. Hij zegt, in een goddeloze samenleving krijg je een goddeloze leiding. En dat is al heel lang aan de hand. Dus wij zitten de, dat heet de, de druiven van de, van de wrok. De vrucht van je wrok. Je gelooft niet in God, je, je doet er niet aan, je denkt dat moraliteit, dat is iets handigs, wat je soms betracht, want dat verdien je. En als het er niet uitkomt, dan kan iedereen de ballen krijgen. Maar dat doet het toch niet toe, want wie is er wel moreel? Zoals de moeder van mijn kind zei. Van ja, kijk over moraliteit, hè? Ik vind wel dat ik je onderscheid moet maken. tussen amoreel gedrag en immoreel gedrag. En amorele mensen, die zijn stout. En immorele mensen, die hebben de precies hetzelfde gedrag. maar die kan je niks kwalijk nemen, want die wisten niet wat ze deden. Ja, laten we zo beginnen. Nee, dat schiet op. Nee, daar word ik blij van. Ik dacht eerst nog van, wat bedoelt ze nou? Want zo ben ik. En ik weet nu dat de moeder van mijn kind een leugenaar is. Maar is ook een grote fan van Mark Rutte en dat hoort daar dan bij. Dat is zo'n vrouw. Dat, de, de, die liegt alles bij elkaar. En die ziet Mark Rutte. En die hoort dat Mark Rutte zijn moeder is overleden. op 90-jarige leeftijd. En dan heeft zij zoiets van. Nou, dat is wel heel erg voor Mark Rutte. Ja, daar ga je dan. En ik denk: wat maakt mij dus helemaal niks uit? Snap je? Ik zit in de schuldsanering. Ik heb de belastingdienst in mijn nek. En die geven mij. Het is voor mij een kunst om de maand door te komen. En dan ook nog geld te hebben voor mijn hobby. Het is niet makkelijk. Die hobby. Dat is ingewikkeld. Dat is veel nadenken. En het kost tientjes. En die heb ik dan. Dus waar maak ik me zorgen over? Ik ben schoonmaker. Dus het is voor mij geen probleem in deze samenleving. Ik blijf voorlopig wel in leven. En ik vind het leuk om zuinig te leven. Ik vind het leuk om creatief te zijn. En als je veel geld hebt, dan moet je creatief zijn met veel geld. Vind ik. En als je weinig geld hebt, dan moet je creatief zijn met weinig geld. En wat is nou het verschil? Het enige verschil is, je bent creatief of je bent het niet. En je dankt elke seconde voor het feit dat je hier mag zijn. En meer niet. Je bent hier op aarde om God te loven en te prijzen. In je gedrag. En niet door uh, met de belletjes te gaan rinkelen en kaarsen te branden en uh, bij elkaar te komen bij een beeld en dan moeten we allemaal, oh, dit is het stadbeeld van de heilige Petrus en uh, uh, we willen staan en we uh, uh, jou ja, nu allemaal tegelijkertijd gaan we God lopen, in je en prijzen. Nee, dat doe je in je gedrag. Christus heeft duidelijk gezegd dat iedereen die uh, naar afloop tegen mij loopt te vertellen dat, uh, dat ze mijn woorden hebben begrepen en dat ze ook mijn woorden hebben doorgegeven. En ik heb hier staan dat ze die ene keer een dakloze voorbij zijn gelopen, want ze waren te druk in hun hoofd met wat anders. Want ze waren bezig met mijn woord en een duivelsuitdrijvingen, uh, zeg maar, maar niet geven om je naaste. En Christus heeft gezegd. Als dat zover komt, jongen, dan ga ik rustig zeggen voor het gerecht. Voor de rechtbank. Dat ik je helemaal niet heb gekend. Het moet uit je gedrag blijken. Elke seconde. Elke beslissing. Elke keuze. Dient te zijn om de Heere, heren te loven. En dat je dankbaar bent. Dat God het mogelijk heeft gemaakt. dat jouw ouders seks konden hebben. en toen kon jij heel kleverig. en dan die onder de rotzooi. Ik ben er toch bij geweest. Helemaal ja, een smerig ding komt eruit. die buik van die moeder. en dan moet je allemaal textiel erbij. en dan moet je dat schoonmaken. en dat kan helemaal niet praten. Net een of andere vet uit Irak of zo. Die kan ook geen Nederlands. Maar denk eens aan die baby's. Die kennen ook geen Nederlands, hè. Ja, vertel mij wat. Met mijn dochter ook. Vandaag is, een, een, is een lekker met haar linkse dingen. Over uh, dat de bevolking sinds 1995 in Nederland. Die is gestegen van 15,4 miljoen naar 17,4 miljoen. Dat is 2 miljoen erbij. We, we stijgen hier in Nederland met uh, 100 à 200.000 mensen per jaar. En dan mijn dochter zo ja, ja, dan moeten we niet zoveel neuken. En ik zeg, zeg, ja, er wordt helemaal niet zoveel geneukt. Ja, er wordt wel geneukt, maar niet effectief. Er wordt niet effectief geneukt hier in Nederland. Iedereen doet dan SM. Ja, en, en bij SM, daar krijgen geen kinderen van, snap je? Maar nou, effectief neuken, dat gebeurt hier in Nederland helemaal niet. Dat is 1,3, 1,7 kind per vrouw. En je hebt er 2,1 nodig om stabiel te blijven. En dan gaan we dochters zeggen: ja, maar waarom zou je stabiel willen blijven? Maar kan het niet minder? Ja, dat kan ook minder. We, 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 er komen steeds minder Nederlanders. En dan zegt zij: nee, want iedereen die hier naartoe komt, die is ook Nederlander. Ik zie je als burgerrecht. Oh, je moet ze uh, Nederlanders hoor. Ik denk dat mijn dochter het redt. Ik, ik denk dat zij uh, vanoeg, genoeg verbazingwekkende momenten heeft gehad met mij. En dat is het echt van. Oh. Ja, ja, ik ga je ook zeggen. Ik moet afsluiten. Dat, dat snap ik. Dus ik ga nu afronden. En het gaat erom uh, het, het koninkrijk. Dat is komende met een grote kracht. En al die rotzooi, die gaat weg. Alle mensen die niet begrijpen dat Mozes tien imperatieven. Imperative, dat betekent uh, dwingend: doe dit, doe dat en niet dat. Uh, iedereen die dat nu nog niet begrijpt, na. drie, vierduizend jaar voortplanten. dan ben je laat. En Nietzsche heeft gezegd dat te laat zijn. dat is niet. je gaat er niet dood aan. Het punt is, als je te laat bent, dan is het niet. Er is alleen maar jou en het feit dat je te laat was. Dat bedoel ik maar. En wat ga jij nu doen? Hm? Nou, jij gaat, uh, je, je gaat geen valse getuigenissen afleggen tegen je naaste. En je gaat je vader en je moeder eren? En je gaat niet knielen voor beelden? Er is maar één God. En je wil dat tiende gebod uh, niet begeren. Heb je nog meer? Oh ja, gedenkte sabbat. Niet te vergeten. Oh, geen overspel plegen, AUB. Met andere woorden, je, je gaat over tot de daad. En, en jij als man, dan is, als jij de daad gaat doen, dan is die persoon jouw vrouw. En als jij als vrouw de daad gaat doen, dan is die persoon jouw man. Het ja, is niet zo dat je bij seks, net als bij de auto-industrie, dat je kan zeggen: ja, ik wil eerst de proefrit. Of bij software. Dan denk je, ja, dat is wel leuk, maar mag je even die demo zien? Even kijken, wat voor software het dan is. En dan probeer ik hem even uit. En denk ik, ja. En als het dan niet bevalt, dan probeer ik andere software uit. Kijk, dan mag met software, maar niet met seks. Hmm. Wel een mooie moralistische afsluiting vind ik. Het gaat om onze moraliteit. He, dus je kan lullen over Grapperhaus en Rutte en dat ze de hele boel besodemieteren. En wij doen dat niet. Maar wij zijn dankbaar voor ons leven. En wij weten dat dat leven ons is gegeven. Het is een geschenk. En om het goed te maken, heeft God gezegd: dan mag je ook nog heel veel kinderen krijgen. Liefst zoveel mogelijk. En doe dat dan. Heb effectieve seks. En leer je kind Nederlands. En leer het rekenen. En zwemmen. En steppen. En gevaarlijke dingen doen. Erg belangrijk. Ja, ja. Nietzsche. Dit is echt het allerlaatste wat ik nou zeg. Nietzsche gaf als devies. Leef gevaarlijk. Dus als je niet gevaarlijk leeft, dan kan je het net zo goed niet doen. Nemen risico's. Oh, ja, Peggy, dan, dan ga ik Mark Rutte doodschieten met een AK-47 of een ar 15 En uh, dat is ook risico nemen. Nou, dat is geen risico nemen. Dat is godslastelijk. Want Romeinen 12, vers 19 zegt: ja, dat heilige doen we, Mark Rutte, dat is niet onze zaak. Dat is een zaak tussen Mark Rutte. En onze vader. Punt. En een andere oplossing is er niet. Ook niet dat je de boel gaat lopen verbeteren. Maar wat heb je nog meer? Je hebt Mark Rutte. Die ligt. Je hebt Hugo de Jonge, die ligt. Je hebt Ab Osterhuis, en die ligt. Je hebt Carola Schouten, en die ligt. Je hebt Jan Terlouw, en die ligt. Je hebt Greta Thunberg, en die ligt. Je hebt de Paus en die ligt. De enige momenteel waarvan ik denk dat hij niet probeert te liegen, dat is Donald Trump. Die heb ik nog niet betrapt op een leugen. Die man is misleid. Dit is die, 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 denk ik niet echt een slechte man of zo. Die probeert er nog wel wat van te maken. Mag ik hopen. Als, als dan blijkt dat Donald Trump in de achterkamertjes uh, mee heeft uh, overlegd. en dat het allemaal één groot theater is. dat zou ook nog kunnen. Moet je rekening mee houden. En los daarvan, het gaat ook jouw leven. Dat is net zo belangrijk als mijn leven. Dat is net zo belangrijk als het leven van Mark Rutte. En het gaat erom dat je het van dit leven levend afbrengt. Alsof je gaat dood, snap je? Ja, maar Piri, iedereen gaat dood. Ja, uh, je lichaam. Iedereen zijn lichaam gaat dood. Maar hoe zit het met die aandrijvingskracht van het lichaam? Namelijk je ziel. Ja, en als je ziel doodgaat, jongen, dan heb je helemaal niks gedaan, snap je? Dan willen we niks meer van je weten. Dan ga je in de vuilnisbak. Dan mag je naar de AVR. Dat is hier zo'n uh, vuilnisverbrandingsinstallatie. afval wordt verbrand, namelijk. Dat is een wet als een koe. Hartstikke bedankt voor het luisteren en dat jullie hier tegen kunnen. Dat is... Chapeau, zeggen de Polen. <laughs> en tot de volgende. Als Margrethe weer een toespraak heeft gehouden of Grapperhaus of... Oh, Dissel, hoe zit het daarmee? Hoor je niks meer van, hè? Van die Jaap van Dissel. Of Distel, weet hij nou. Ja, hoor je niet meer van. En Willem-Alexander wil ik ook al een keer horen. Dat hij heel dicht bij zijn kinderen ging staan. En dat hij dan iets riep over de anderhalve meter. En dat het ging om fake news. Willem-Alexander ja. weet het. En George Soros weet het. En die, uh, die schwaap, die weet het. Uh, dit is alleen maar om ons enorme angst aan te jagen. En onze klein-kleinkinderen te laten gaan betalen. En jou en mij maakt het niet uit. Toch? Want jij en ik zijn alleen maar bang voor de heren-heren. En ga me niet vragen wat de logica is achter het handelen van de heren-heren, want daar heb ik geen verstand van. Ik kan me het ongeveer voorstellen en daar hou ik het mee op. Dat is het klaar. Tot de volgende. Doei.